Ja, als je naar de wedstrijd van ons kijkt, dan is dat natuurlijk jammer dat je hem dan niet wint. Want dan zal je natuurlijk op 1 staan. En dat is nu extra zuur, denk ik. Ja, maar we verbazen ons eigenlijk nergens meer over in deze Eredivisie. Ja, dat hoor ik ook steeds vaker. Maar ja, het heeft gewoon met ontwikkeling van jonge jongens te maken en ook van ons ploeg. En daar moeten we gewoon zo snel mogelijk bovenop komen en een goede reeks pakken, denk ik. Ja, wat maakte deze wedstrijd zo lastig? Ik denk dat we de kansen niet afmaken. Als je 1-0 en na de 1-0 kom je weer snel gelijk. En dan, ja, en als we de 1-0 langer vasthouden en de 2-0 maken, dan is het natuurlijk een andere wedstrijd. Maar ja, nu is het gewoon extra zuur, denk ik. Ja, weet je, ik ging er even goed voor zitten. Na 3 minuten al 1-0 voor PSV. Een onzekere derde keeper bij PEC Zwolle. Ik dacht, dat zijn allemaal ingrediënten dat PSV nu gas kan geven en de wedstrijd kan beslissen. Maar niks was minder waar. Klopt. En je ziet ook, speelde in een goede uitgespeelde aanval, dacht ik. Dat ze die 1-1 maken. Ja. En na de 1-0 moesten we gewoon meer pressen, denk ik. En gewoon hun bij een keel grijpen en niet meer loslaten. En gelijk de 2-0 maken. Maar dat is niet gebeurd. En dan krijg je tweede helft ook nog een aantal mogelijkheden. En dan zijn we toch in de eindfase wat slordig. Met name ik was iets slordig. Laatste paas net niet. Kans op Luciano net niet. Ik weer op de goal net niet. Dat zit misschien niet mee, maar we dwingen het wel af. Dus ik denk dat we wel steeds dichterbij komen. Nu hebben we niet verloren, dus ik denk dat er wel progressie in zit. Ja, vanavond was het net niet en volgende week waarschijnlijk of hopelijk net wel. Dat hopen we en daar werken we naartoe. En, ik heb er alle vertrouwen in onze ploeg en we gaan voor het hoogst haalbare. Dus het gaat goed komen. Ja, 19 punten na 12 wedstrijden. In een normale competitie zou je zeggen, nou ja, je bent al afgehaakt. Maar ja, je doet nog volop mee omdat de concurrentie ook van die bizarre uitslagen heeft. Daarom en daarom moeten we ook scherp blijven en gewoon... Wat ik zeg, vanaf volgende week gewoon een goede reeks. Gewoon hoop op een goede reeks dat we kunnen neerzetten. En dan kunnen we hopelijk afstand doen. En dat wij gewoon in een goede flow komen, zeg maar. Dan moet het goed komen. Ja, hoe is de stemming binnen PSV, binnen de selectie? Worden jullie er onzeker van dat de resultaten uitblijven, dat het vaak net niet is? Nee, we worden er niet onzeker van. Ik denk dat iedereen weet wat we kunnen. Dat hebben we ook in het begin van het seizoen laten zien. Maar alleen dat hij nu niet loopt, ik denk dat hoort ook bij de ontwikkeling van ons. En ik denk dat we hier gewoon sterker uitkomen en dat gaat zeker gebeuren.